In deze korte video laat ik jullie zien hoe je een verlengde staande vaste maakt. Of een staande verlengde vaste. Ik weet niet hoe je het precies zou noemen. Je maakt daarvoor een schuiflus in de kleur waarmee je aan wil hechten. Je doet de haaknaald in de schuiflus. Steek dan de naald in de steek die daarvoor in je patroon staat. Dat is natuurlijk in elk patroon verschillend. In dit geval was het tussen de twee blaadjes in. Dan sla je aan de achterkant van je werk de draad om de naald. Trek je die terug naar de voorkant. En dan is een belangrijke stap dat je het lusje wat omhoog trekt. Zodat die ongeveer even hoog is als waar de rest van de toer komt. Dan sla je de draad om. Dan trek je hem door allebei de lusjes heen. Nu heb je een staande verlengde vaste gemaakt. De video wordt nu nog een keer langzaam herhaald zonder audio, zodat je nog een keer rustig de stappen kunt bekijken. Vergeet je niet te abonneren of deze video te liken. Heel erg bedankt!